Welkom. Jullie durven het aan om vandaag de bandvloeken gaan verbreken. Dat zal jullie niet meevallen. En jullie komen allerlei figuren tegen, hè? En het is de bedoeling dat jullie ook symbolen gaan verzamelen. Jongens, heel veel plezier, hè? Ja, en tot straks. En weer vandaag. Ik ga wel met hem mee. En Johannes, dat was de monnik die meeging. Ochtend, iedereen had geslapen. Waar is Johannes? Wij hebben niks gehoord, we hebben niks gezien. Geen Johannes. Kijk maar de beurt. Blauw hebben wij. Blauw. Dit doe maar. En jullie ook begrepen? Hé! Aan de linkse kant, wat is links van jullie? Welke kant links? Zo zijn we de linkse kant omhoog. Deze kant, hè? Allemaal, lopen maar. En jij luistert naar iedereen. Ik zal jullie beschermen. Of zijn jullie niet bang, hè? Nee. Nee? Ben jij niet bang? Nee. Dat komt nog wel. Hebben jullie al een spoor gevonden van de monnik? Nee. Die we kwijtgeraakt zijn. Zijn jullie goed in verstoppertje? Ja. Als je hier zou verstoppen, waar zou je dan gaan zitten? Heb je een idee? In de put. In de put. Oké. 1, 2, 3. En dood! Hoi! Wat doen jullie? Nou, stel je moordenaar? Huh? Ik krijg jullie wel. Huh? Wat is dat dan? Ik zou er nog maar even over nadenken. Deze kant op. Nog steeds aan. Er is maar kantje! Waar sta je hier op te wachten? Ja. Nou, waarom loop jij nog niet dan? Omdat ik niet weet waar we naartoe moeten. Dan mag jij die kant op gaan lopen voor mij. En opschieten! Wat een lef hebben jullie zeg. Ach meisje, ben je zo bang? Kom eens even hier bij mij. Meteen een knuffeltje geven. Oh. We bestaan hier op een knuffel. Niks. Ja. Dat is gek. Kijk. Oh meisje toch. Nou, waarom? Ik hoef niet bang te zijn. Jullie, wat moeten doen is amuletten verzamelen. Een steentje van ja, wat hadden jullie? Ja, opgenomen. Het licht gaat aan, ongelukkig. Hij is er op laten wachten. Nee? Nee. Wil je hem niet proeven? Nee, dat willen ze niet proeven. Oh. Nee. Nou. Oh. Dat is gewoon stroop. Even, oh, moeten jullie wel even overleggen met elkaar, hè? Want straks denkt de ander dat het misschien wel pindakaas is. Ik heb geen pindakaas. Groene pindakaas. Nou, ja, even, ik heb al geproefd. Jij even proeven? Allemaal die tova's pakken met één hand. Dan mogen jullie met mij meelopen. Oké. Afnemen, denk ik. Dat doe ik nou niet, maar dat moet eigenlijk wel. En bij vader Franciscus. Kom maar staan. Hallo. Kom maar hier. Hij loopt met jullie verder. Kom maar, het is goed zo. Kom maar erbij. Ja. Altijd rustig. Langs de doodkist. Want voor je het weet, gaat hij op. Ja. Pas op voor het vuur. Ja. Jullie moeten het kruiszakje. Kom maar in deze kant. Zo, ja. Doe goed en rustig. Ja, kom maar hier. Hiervoor neerleggen. Ja. Oh. Ik zie dat hij ademt. Dus. Rustig. Blijf van mijn kruiszakje af. Kom snel weg. Kom hier, kom hier doen.
Zo s'avonds. Zo, welkom op het gemeentehuis. Loop eens door. Wat hebben jullie onderweg al in mijn stad Nederweert gezien? Geef me dat jullie doorlopen. Als jullie geen knootjes voor me hebben, loop dan maar gauw door. Jij een heel mooi kruisje. Niet afgeven. Wel, dan krijg je een kruisje. Niet doen. Krijg je een kruisje voor de bescherming. Kijk, mama wel. Kruisje. Zie je? Nee. Mama werd beschermd en jullie waren opgejaagd door de moordenaars. Oké, ik wil ook wel. Heel goed van jou. Oké, ik wil ook wel. Ja, gaan jullie verder. Wat is dit nou? Weg uit mijn gemeentehuis. Aan mij wilden jullie niks geven, dan nam die vieze tover mee wel. Kom aan, lopen. Maar snel. Een kruis dat niemand je aanvalt. Heb je toch wat gekregen? Een kruis dat niemand je aanvalt. En werkt het? Nee. Heet zij hem? Nee. Zullen we even de jas opensnijden? Heb jij je hand dan? Nee, daar heb ik niks. Oh, kijk. Nee, dankjewel. Oh. Wegwezen! Hoi. Geesten in de lucht, jaag al die boze geesten op de vlucht, zodat deze helden hier vannacht goed kunnen slapen.